Lekker we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en het is vandaag dag 700 van de bezetting. Feestje, jongens! Um, ik zat nog even na te praten over de, de aflevering van vorige week. Hè. Dat ging over, uh, ja, over werk, over arbeid. En uh, ja, ik had, ik had een beetje moeite om, om tot een soort van uh, conclusie te komen of zo. Of, ja, wat, wat is nou eigenlijk de, de centrale boodschap van, van, van een uur durende uh, podcast? Weet je. En ja, we kwamen eigenlijk tot, te, tot de conclusie dat het, het, het systeem van um, ja, arbeid, de, de arbeidsmarkt en alles wat daarmee mee samenhangt. Uh, dat het gewoon een, een mensonterend iets is. En, en niet per definitie of zo, maar dat er gewoon een hele hoop elementen in zitten die mensonterend zijn. Dat je heel vaak um, ja, tegen jezelf in moet gaan en, en, en dingen moet doen die, ja, waar je eigenlijk niet achter staat. En uh, ja, een beetje jezelf moet wegcijferen en... Nou ja, God, ja, dat, dat, dat soort dingen. Het is de, de, hoe noemen ze dat nou, de menselijke maat. Die is een beetje, een beetje zoek. En het houdt ook een beetje verband met het uh, onderwerp van deze week. Ik wil het namelijk eens uh, hebben over. Uh... Psychopaten. <laughs> nee, want het is. Uh... Het is best wel een, 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 een dingetje, het, om, om het maar eventjes uh, subtiel te zeggen. Het is eigenlijk, het is niet een dingetje, het is zeg maar een van de grootste... Psychopathie is een beetje de grootste uitdaging die de mensheid te, te, te verduren heeft of te doorstaan heeft, zeg maar. Um, la, la, laat ik eerst eens... Um, een, een, een fabeltje vertellen. Um, een, een, een fabeltje, dat is gewoon in principe een, een oud verhaal met, met dieren erin. En in dit, dit geval is het dan uh, de, het, het fabeltje over de kikker en, en de schorpioen. En uh, dat gaat als volgt. Um, er staat dus een, een kikker en een schorpioen die staan aan de waterkant. En, uh, nou ja, de schorpioen die, die kan niet zwemmen en de kikker wel natuurlijk. Dus die. Um, die schorpioen die kijkt die kikker eens even lief aan en die zegt van, joh, kikker, um, ik wil graag naar de overkant, kan je me helpen? En uh, die kikker die kijkt zo en die zegt, ja, jij bent gek, je bent een schorpioen, ik ga toch geen schorpioen op mijn rug nemen? En uh, die schorpioen zegt van, ja, hoezo niet? Ik, uh, ik, ik doe toch niks? Ik ben toch hartstikke aardig? En... Uh, ja, die kikker die, 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 die springt bijna in het water. Ze zegt, nou, wacht, wacht nou even, ik, je kan me toch wel helpen. En uh, hey, ik bedoel, jij kan zo goed zwemmen en, uh, en ik sta hier maar een beetje voor lul aan de waterkant en, en ja, je kan me toch wel helpen. En die kikker denkt, nee, jezus, vooruit. maar hij, hij zegt tegen die schorpioen, hij zegt van, weet je wat, ik, ik help je, maar je gaat me niet prikken, je gaat me niet prikken. En die schorpioen, schorpioen, natuurlijk, van nee, ik ga je echt niet prikken, natuurlijk niet. Alho, ben je toch gek? Want dan, uh, dan, dan verdrinken we allebei. Wat schiet ik daar nou mee op? En die kikker denk ja, ik, oké, okay, er ja, zit wel wat in. Dus nou, vooruit dan maar. Dus um, hè, die um, schorpioen die klim, klimt op die kikker's rug. En uh, ja, samen, dan, uh, samen gaan ze dan richting de overkant. En uh, zit een beetje zo te praten over het weer en over voetbal en weet ik veel wat allemaal. En uh, halverwege voelt hij kikken en hij zit prikken in zijn rug. En uh, hij denkt, wat gebeurt me nou? En hij denkt, wacht eens even, ben ik nou toch gestoken? Dus hij, hij probeert achterom te kijken, maar dat kunnen kikkers niet natuurlijk. En hij zegt, kut schorpioen, heb je me nou toch gestoken? En die schorpioen zegt, ja, natuurlijk bitch, ik ben toch een schorpioen. Ja, en toen verdronken ze allebei en dat is hoe dat, um, hoe dat gaat met uh, kikkers en schorpioenen. Maar ja, het is. Um, ik weet het niet. Het schijnt een heel oud verhaal te zijn. Maar ook weer niet of zo. Weet ik, 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 weet, ik weet helemaal niet waar dat vandaan komt of wie dat heeft bedacht. Maar het. Um, het. Um, ja, hoe moet je dat zeggen, het omschrijft een beetje hoe sommige mensen in elkaar zitten. En. Um, wat, wat, ja, wat je eruit kan, kan opmaken uit zo'n fabel, is dat, dat de, de, iemand, iemands ware aard verloogend zich niet. Hè? Dus dat, dat komt altijd um, komt altijd weer terug. Of het komt altijd naar boven. Uh, ook, ook al zouden ze het zelf niet eens willen. Dat is gewoon hoe mensen zijn. En in dit geval is de schorpioen gewoon een perfect voorbeeld van een uh, psychopaat, weet je? Dat is, dat is echt precies hoe een psychopaat zich gedraagt. En die kan er niet eens wat aan doen, want dat is gewoon hoe die is, weet je? Dus dat... Um, ja, dat was even een leuk verhaaltje, hè, jongens? <laughs> maar um, ja, ik, ik heb de laatste tijd... heb ik er wel veel, veel over nagedacht, over, um, over psychos. Het is... Um, ja, sowieso, ik denk, ik denk dat het iets, iets is wat... wat ja, in, in de psyche van een ieder wel um, een, een plaats heeft. Hè? Ik bedoel iedereen heeft wel een beetje een beeld van, van psychopaten en um, hè, dat, dat uh, Hannibal Lecter natuurlijk en, en dat soort um, en dat soort tuig en, uh, ja Hitler waarschijnlijk. Hitler wordt waarschijnlijk ook wel gezien als uh, psychopaat. Um, maar ja. Het, het punt is een beetje van... ze zijn overal. Hè? Het, het, het zijn niet alleen seriemoordenaars of zo. En, en, en niet... Um, niet iedere psycho is een moordenaar. En niet iedere moordenaar is een psycho. Dus het is allemaal niet zo... Um, het is allemaal niet zo duidelijk of zo. Het is allemaal niet zo... zo ja, het ligt allemaal niet echt per se aan de oppervlakte. En uh, ook, ook de definitie van, van... wat is nou een psychopaat? Dat is een beetje een lastige, want... Uh, hè, sommige mensen die, die denken dan van oh, hij is egoïstisch, dus dan is hij narcistisch, dus dat is dan hetzelfde als een psychopaat. Uh, maar ja, niet iedere egoïst is een narcist en, en niet iedere narcist is een psychopaat. En, en weet je, soms zijn mensen ook gewoon klootzakken en het is moeilijk af en toe om het onderscheid te maken tussen gewoon een klootzak en, en een fucking psychopaat. Um, hè, je kunt ze niet uh, herkennen aan hoe ze eruit zien ofzo. Het is niet dat ze een, een grote P op hun voorhoofd hebben. Wat wel overigens een heel goed idee zou zijn. om gewoon iedere psychopaat een P op zijn voorhoofd te tatoeëren. Maar dat, uh, dat is nou helemaal niet. En dat, ja, dat ga je ook nooit uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar het zou wel handig zijn, weet je. De enige manier eigenlijk om ze te. Uh, kunnen herkennen is aan, aan hun daden. Hè? En, en, en hun daden zijn gewoon slecht. Um, dus ja, eer dat je ze herkent, is het in principe al, alweer te laat. Hè? Dan hebben ze alweer schade aangericht, zeg maar. Want dat is wat ze doen. Ze maken gewoon alles stuk. Nou ja, goed, en dan kan je je afvragen: van oké, okay, maar wat, wat doen ze dan? Nou ja, een, een van de dingen die ze, die ze doen, dat is dan uh, wat ze noemen uh, gaslighting. En uh, ja, de term gaslighting, dat is op zich wel interessant. Ja, misschien uh, preek ik voor eigen parochie hoor. Misschien weten jullie dat allemaal al lang. Maar uh, het was, uh, nou, dat zijn dertig jaar geleden of zo... dat ik eens een keer een film zag en die heette Gaslight. En daar komt ook die term vandaan. Dat was een oude zwart witfilm van een man... Uh, die zijn vrouw helemaal gek probeert te maken... door allemaal trucjes uit te halen met het huis en zo. Met, met onder andere dan het gaslicht, hè, dus de, de gaslight. En um, op het moment dat zij dat dan benoemt, dan zegt hij: zo Van wat, wat, wat hey, ik weet niet waar je het over heb Je bent gek, joh, je bent gek. Weet je wel, dus zo, zo um, was hij ha haar dan aan het, aan het gaslighten. En um, ja, zo worden wij eigenlijk tegenwoordig allemaal gegaslight in, in, in meer of mindere mate. En ja, gaslighten, dat is in principe gewoon. Um, nou ja, dat is, dat is uiteindelijk is dat ook, ook wel gewoon geïntroduceerd in psychologie en zo. Um, in, in principe word je gewoon ja, gek gemaakt. Ik bedoel, je wordt onzeker gemaakt. En uh, alles wat je, wat, je, wat je in vertrouwen vertelt, dat wordt tegen je gebruikt. En um, je wordt geïsoleerd van, van, van je, je, je supportnetwerk, zeg maar. Um, en, en ja, uiteindelijk, uh, als dat. Als dat um, Doorzet, zeg maar, dan, dan, ja, dan word je gewoon een hoopje, hoopje ellende eigenlijk. Een hoopje ellendig uh, ja, mens, zeg maar. Um, ja, goed, er zijn hele bibliotheken over volgeschreven hoor. En ik wil niet uh, doen alsof ik nou een of andere expert ben of zo, maar gaslighten, dat is dus een van de dingen die, die psychopaten doen. En um, ja, wat, wat, wat ze verder doen. Dus, dus zeg maar, ze doen het een of, of ze zeggen het een en ze doen het ander. Weet je, dat, 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 ja, dat is wel een soort van waarschuwingssignaal, een, een red flag zogezegd. Zo um, en, en niet alleen dat, maar ze liegen. Ze liegen, ze liegen, ze liegen en ze liegen. En um, op het moment dat ze betrapt worden op een leugen, vertellen ze gewoon nog een leugen. En zo, zo verhullen ze een leugen met een leugen en een leugen. En dan hebben ze gewoon een hele, ja, hele, hele, heel netwerk van, van leugens. En, en dat, dat is gewoon hoe ze uh, in het leven staan, weet je. Ik bedoel, er is niet eens... Uh, hoe moet je dat zeggen? Gewoon de waarheid vertellen. Gewoon uh, ja, vertellen ho hoe het is. Dat komt niet eens in ze op, weet je. Want... Hun, hun, hun MO, hun modus operandi, is gewoon om te liegen. <laughs> dat is, ja, dat is heel, heel onwerkelijk. Weet je, kijk, ik, 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 het is niet dat ik nou... Um, het is niet zo dat ik nou pleit voor absolute eerlijkheid ten alle tijden of zo. Ik bedoel, dat, dat, dat is onzin. Hè? Je hebt natuurlijk ook gewoon sociale interactie en... en ...leugentjes om het best je ...en, en, en ja, natuurlijk ook gewoon je privé en zo... ...dus je hoeft niet altijd maar alles eerlijk te vertellen... ...dat is onzin, maar... ...om zeg maar leugen op leugen op leugen te stapelen... ...ja, daar heb je toch wel een apart... ...soort van verknipte geest... ...voor nodig, zeg maar. He, want, uh, ja, en, en daarom... ...lopen psychopaten ook gewoon... ...vaak tegen de lamp, omdat op een gegeven moment... ...hun netwerk van leugens gewoon... ...ontrafelt, zeg maar... ...en dan, dan, ja, dan worden ze betrapt... ...en dan... Kunnen ze gewoon niet meer, ja, dan kunnen ze er gewoon niet meer onderuit. Hè. Dus dat, dat um, ja, dat is dan wel een soort van silver lining aan psychopaten... dat ze vaak zichzelf eigenlijk in de voet schieten door, door al hun gelieg. Hè. Um, hè, dan, dan zitten ze bijvoorbeeld een bedrijf naar de kloten te helpen, en dan blijkt dat ze al, al, al jaren geleden een hele cv bij elkaar hebben gelogen. En dan, uh, ja, dan worden ze daarom worden ze het bedrijf uitgekieperd. En dan, dan komt het misschien nog net goed. Uh, dat soort dingen. Of, uh, ja, of, of ze eindigen in de gevangenis. Of ze, worden, uh, of, of ze lopen tegen de verkeerde aan. Weet je? Dat gebeurt ook nog alles. Dus ja, over het algemeen uh, ja, gaan ze niet echt lang mee of zo. Maar in, in de tijd dat ze hier op aarde zijn. Uh, kunnen ze wel echt een hele hoop schade aanrichten. Um, wat ze ook doen. Uh, en dat, dat, ja, daar kom je ook vaak. Pas achter als het te laat is, dat is um, het, 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 het infiltreren van, van gemeenschappen, uh, en dan bedoel ik gemeenschap in de breedste zin, hè. dus dat kan zeg maar een, een, een stichting zijn, uh, maar het kan ook een heel land zijn of een bedrijf. Maar ze, 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 ze infiltreren dat uh, vervolgens, nemen ze dat over en, en iedereen die uh, vragen stelt, zeg maar, die wordt er dan zoetjes aan uh, uitgewerkt en, en ze, 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 ze perverteren het. Hè? Dus ze, ze, ze draaien het allemaal om... En, en ze maken er iets van wat het helemaal nooit had moeten zijn, zeg maar. En uh, dat zie je in, in, in kleine organisaties... die um, ja, worden geïnfiltreerd door psychopaten... maar je ziet dat ook gewoon uh, in, in, in een gemeenschap als Nederland, weet je wel... of, of als uh, ja, de wereld... Um, dus dat is zeg maar van, 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 van groot tot klein, is dat gewoon een gigantisch uh, probleem. En, en dat is volgens mij ook gewoon vaak hoe sectes ontstaan. He, dat, dat kan best zijn dat uh, bijvoorbeeld een organisatie wordt opgericht met de beste bedoelingen: van, oh. Uh, we willen mensen uh, verbinden en bij elkaar brengen en elkaar helpen en dit en dat. En je hebt maar één psychopaat nodig. En je hebt binnen een jaar heb je gewoon een zelfmoordcultus of zo. Of een of andere fokt op. Uh, de, de, weet ik veel, geradicaliseerde teringbende, weet je. Ik bedoel, een, een, een ambitieuze psychopaat die kan zeg maar de lokale korfbalclub nog omtoveren tot massavernietigingswapen. Dat is gewoon hoe. Uh, hoe dat werkt met die mensen. En het is, uh, ja, het is verschrikkelijk. Ja, kijk, de reden dat ze zover um, kunnen komen vaak is omdat ze. Uh, ja, ze hebben een bepaald charisma, maar het is. Het is, of, ja, het, het is niet echt. Weet je? Het, het komt niet van hun zelf uit of zo, maar ze. Um, ja, ze manipuleren, zeg maar. En dat, dat is gewoon. Ja, wat ze doen en ook dat, dat, dat liegen en gaslight, dat gaslight... het is allemaal onderdeel van die, uh, van die, van die manipulatie. En uh, ook dat charisma wat ze zich dan aanmeten... dat is niet dat ze dat nou vanuit zichzelf hebben of zo... maar ze zien gewoon... ze, ze, ze observeren zeg maar wat werkt... Uh, en, en, en waar mensen op een bepaalde manier op reageren... en dat maken ze zich dan gewoon eigen. Hè? Dus dat jatten ze eigenlijk gewoon. Dus... dus ze, ze kijken naar iemand die echt charismatisch is. En ze zeggen, oké, okay, die doet zo, die doet zo, die doet zo. En dan, ja, dan, dan maken ze zich dat eigen en dan projecteren ze dat uh, naar buiten toe. Maar ja, ze zijn niet echt charismatisch of charmant of whatever. Dat is allemaal, um, ja, het is allemaal oppervlakkig. Hè? Het is allemaal schone schijn eigenlijk. Ze kunnen gewoon heel goed doen uh, alsof. En uh, ja, dat, dat is gewoon hun leven, zeg maar. Observeren, analyseren, manipuleren. Um, het, het zijn echt een soort van, um, ja, een soort van, van parasieten of zo. En ze, 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 ze um, tenminste, ja, ik, ik, ja dan, dan, dan is het is net alsof ik, weet ik veel, jarenlange, <laughs> jarenlange studie ervan heb gemaakt of zo. Maar kijk, als je, uh, als je het eenmaal ziet, dan. Ja, dan vallen er een hele hoop dingen op hun plaats, zeg maar. En dat is het ook met, met die, die, die psycho's. Ze, ze, ze creëren niks, hè? ze scheppen niks. Ze, ze nemen dingen over en die, die verdraaien ze en maken ze kapot. Uh, maar ja, het is niet dat ze zelf ooit met, met iets, iets. Ja, dat, dat ze zelf ooit iets scheppen, iets. iets um, ze hebben gewoon geen creatief vermogen. Dat, dat, dat jatten ze gewoon allemaal. Van, van anderen. En dan, dan zeggen ze: van, oh, dat heb ik gemaakt. En, en dan, dan maken ze het stuk. En dan zeggen ze: Oh, je hebt het stuk gemaakt. Weet je, sowieso gaat dat met die gasten. En uh, waar je zo kan, kan herkennen, uh, tenminste als, als je ermee te maken hebt, is dat zij. Um, dat ze. Um, uh, ja, uh, grenzen opzoeken. En. Um, ja, niet op een gezonde manier of zo. Kijk, ze, 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 ze zoeken grenzen op. Vervolgens um, uh, gaan ze die grenzen overschrijden en proberen ze die grenzen te verleggen. En dat is een soort van uh, doorlopend proces. En dat zal je kunnen herkennen als je ooit met een, uh, ja, een psychopaat te maken hebt gehad. Uh, maar je ziet het ook nu gewoon in, in, in bredere zin. Weet je, dat ze voortdurend onze grenzen proberen op te zoeken, te overschrijden en te verleggen. Om vervolgens. Dat nog eens een keertje te doen. Weet je wel, net zolang totdat je bij God niet meer weet wie je bent. of waar het allemaal op slaat, of weet ik veel wat. Hè? Dus um, wederom dat, dat zie je in het kleine. je ziet het ook in het, in het groot. En um, ja, wat, 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 wat grenzen betreft. Um, zijn, zijn Psycho's er ook gewoon enig in om de grens tussen goed en kwaad te, te, te doen vervagen, zeg maar. Dat, um, ja, kijk, voor een normaal mens is het heel duidelijk wat goed en kwaad is. Maar dat is, dat is dus een, een, een uh, zeg maar, hoe zeg je dat, een, een, een doolwit, zeg maar... van de psycho, een, een, een soort van target. Dat, dat, die, die grens, die moet gewoon vervaagd worden. Want ja, uh, ze hebben niet zoveel met goed, zeg maar... He, dus jij, jij, jij moet op een gegeven moment uh, uit het zicht verliezen wat, wat deugt, en, en zodat je precies kan doen wat zij willen en wat, wat niet deugt. <laughs> en ik vind uh, wat dat betreft een mooi, um, mooi voorbeeld van nee, hoe dat nou gaat met die, met die Karanka-affaire, zeg maar. Dat ze dus. Uh, ja, doktoren die, die uh, in beginsel, ja, daar mag je van uitgaan, dok dokter zijn geworden om mensenlevens te redden of, of mensen te helpen. Uh, die hebben ze nu zover gekregen dat ze gewoon uh, uh, ja, ruksigloos uh, die, 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 die prikken gaan lopen uitdelen. Hè? En, en dat ze daar ook gewoon echt heilig achter staan. En dat, dat, ja, dat kan alleen maar door, door die grens tussen goed en kwaad gewoon steeds verder op te rekken. En... Ja, die mensen die weten helemaal zelf niet eens meer dat ze gewoon fout bezig zijn. Sommigen wel hoor, die doen, doen het willen ze weten. Dus ja, die heb je er ook tussen zitten. Maar um, in principe hebben ze gewoon de, de, de beste bedoelingen van anderen uh, gekaapt en, en geperverteerd. Um, en ja, de, 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 een manier om dat te doen is dus om gewoon... Dat onderscheid tussen goed en kwaad steeds, steeds vager te maken. Nou ja, goed, ja, daar heb ik het vier keer gezegd. Maar dat is, het is echt een ding. Um, en en ja, wat, wat ze ook doen is uh, verdeel- en heerspolitiek. Hè, en dat, uh, de, je, dat, je ziet dat echt heel veel op, op, op de werkvloer en, en op scholen. Uh, maar ook in, in de maatschappij. Ik bedoel, ja, je wordt opgezet tegen elkaar. Um, en mensen die, die eigenlijk best wel veel gemeen hebben. En, en uh, ja, marginale verschillen, die worden gewoon tegen elkaar opgezet alsof het een soort van aardvijanden zijn. Van heb ik jou daar? Weet je, ik heb me dat altijd afgevraagd met die, die Tweede Wereldoorlog. Hè? Want dan is het van ja, hoe komt dat dan? Dat, dat, of ja, met, met de, de, de Holocaust om, om uh, precies te zijn. Dat, um, nee, dat, dat uh, die, 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 die Jodenhaat en zo. Dan denk ik van ja, hoe komt dat dan? Is dat dan. Uh, zodat dat op een dag werden alle Duitsers wakker... en die hadden dan deze ontzettende hekel aan Joden of zo. Nee, dat is allemaal weer van die verdeel- en heerspolitiek. En je ziet dat nu um, ja, in, 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 in Nederland ook, weet je... dat, dat um, allerlei groepen tegen elkaar worden opgezet. Um, en dat ze sterker nog, dat ze echt groepen importeren... om tegen ons op te zetten. En uh, daar moeten wij dan weer heel erg boos van worden. En dan worden zij heel erg boos op ons... En, ja, dat, dat is gewoon waar ze hun uh, macht uithalen, zeg maar. Dat, dat tot de onderlinge wantrouwen. En want terwijl iedereen met elkaar loopt te vechten, nou ja, wat dat oude gezegd, hè, van waar, waar twee honden vechten om een been, gaat de, de derde er mee heen. Uh, wat ze er niet bij zeggen, is dat die derde die twee honden tegen elkaar heeft opgezet. En ja, dat is gewoon hoe dat, ja, hoe dat werkt. En dat zie je dus in de geopolitiek, dat ze landen tegen elkaar opzetten. Dat zie je nationaal, dat ze groepen binnen landen tegen elkaar opzetten. Um, en je ziet dat ook gewoon, ja, wat ik al zeg, op de werkvloer en op school. En, uh, ja, dat is altijd wel zo'n zo, zo, zo lul die dan zegt van... Oh, weet je wat die en die zei? Huh? Maar ja, uiteindelijk... Um, ja, kan je er, er kort over zijn? Wat, wat ze doen is ze maken een, een goede situatie slecht en een slechte situatie nog slechter. Um, en ja, het is, ook, um, het, ja het, het is ook in zekere zin besmettelijk psychopathie. Ik bedoel niet, niet letterlijk, het niet dat je het zeg maar kan kan oplopen doordat uh, door iemand in je gezicht hoest of zo... maar het is een bepaalde, uh, bepaalde mindset, zeg maar... een bepaalde manier van denken die uh, ja, besmettelijk is. En, en zo, zo, zo kan het gebeuren dat uh, onder invloed van psychopaten... eigenlijk een hele gemeenschap of een heel land... of, of misschien al de hele wereld uh, in zekere zin psychopathisch kan worden... Um, hè, want ja, psychopatie, dat, is, dat, is, uh, dat, dat draait om uh, manipulatie en een gebrek aan empathie en, en uiterlijk vertonen en al dat soort dingen. En ja, je, je ziet dat gewoon, de hele, tenminste ja, ik zie dat nu zo in ieder geval, dat gewoon de hele maatschappij is, is gewoon doordrenkt met een lucht, gewoon een, 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 een asem van... van Psychopathie, He, dat, dat uh, vrijwel iedereen in meer of mindere mate uh, ja, psychopathisch is geworden. En dat, uh, ja, dat is bijzonder, uh, bijzonder kwalijk. En dat is ook gewoon het begin van het einde, zeg maar. He, ik bedoel, op het moment dat de ma maatschappij zo, zo is afgegleden, eigenlijk uh, zo, zo ver verwijderd is geraakt van, van zijn menselijkheid. Dan, dan houdt het gewoon geen stand. En dan zit je in, 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 uh, in, in een neerwaartse spiraal. En dat is in feite ook waar we nu in zitten. Hè? We zijn uh, ja, we staan onder bewind van psychopaten. En um, we zijn zelf ook gewoon een beetje ons, uh, ja, het, het pad kwijtgeraakt of de weg kwijtgeraakt of whatever. Nou, uh, nou is wel het verschil dat de gemiddelde mens, die, die kan daar nog van terugkomen, hè? Die, die heeft nog de. Ja, de mogelijkheid om tot één keer te komen. Uh, en stil te staan bij wat hij doet. En te denken: van hé, hey, wacht eens even. Volgens mij gaat dit niet helemaal goed. En uh, ja, een psychopaat die kan dat niet. Die is niet te redden wat dat betreft. Maar het, het is. Ja, het, het, het is gewoon. Dan um, moet je het zeggen. Het, het zijn een soort van instinkertjes eigenlijk. Hè? Dat. Uh, ja, hoe, hoe komt dat dan zo? Uh, een, een van de mechanismen daarvoor is dat ze. Um, en dan heb ik het dus over psychos. Ja, ze, ze creëren een soort van kunstmatige afhankelijkheid. Uh, waarbij ze jou ervan overtuigen dat je ze nodig hebt. Um, dat, dat, ja, dat laten ze je dan denken, want ze schetsen een bepaald probleem. En, en zij zijn dan de oplossing voor het probleem. En het is een probleem wat jij niet kan oplossen. En alleen zij kunnen dat voor je oplossen. En zo uh, ja, krijg je dus, dus zeg maar de valse, uh, het, 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 het valse beeld dat jij ze nodig hebt. Um, nou ja, wat, wat ze dan vaak zeggen is: van ja, zij zij kunnen tenminste doen wat, wat nodig is. Hè? Dus. ...ja, jij bent slap en jij kan het allemaal niet fixen... ...maar zij zijn sterk en zij kunnen dat wel fixen. En dat is ook hoe een dictator bijvoorbeeld aan de macht komt, zeg maar. Want er is een probleem met, weet ik veel... ...met een bepaalde bevolkingsgroep binnen een land of zo. En niemand krijgt die bevolkingsgroep getemd, zogenaamd... Dus dan op een gegeven moment wordt er een dictator aangesteld. Want dat is de is man for the job. Die gaat het klusje wel eens even klaren. En dat is natuurlijk gewoon een fucking psycho. En die roeit dan vervolgens die hele bevolkingsgroep uit. En vervolgens onderwerpt hij de rest aan, aan slavernij. Denk, ja, dat krijg je ervan als je, een, als je een dictator aanstelt. Als je een psychopaat de macht geeft. Maar dat is gewoon, gewoon hoe dat gaat. En vaak kiezen mensen daarvoor... Uh, omdat ze denken dat, dat het dan beter wordt. Maar uiteindelijk maken ze alles gewoon vele malen erger. Um, dat is uh, ja, gewoon een als een soort van natuurwet eigenlijk. En um, ja, het, is, het, is, um, het, zijn, het zijn geen goede mensen. Weet je, dat, dat kan je nog wel eens uh, denken. Dat, dat willen ze je ook graag laten denken dat ze goede mensen zijn. Maar uh, zelf zien ze. De, 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 Goede eigenschappen, tenminste, ja, ik vind dat goede eigenschappen, dingen als um, uh, empathie, medemenselijkheid, zorgzaamheid, vertrouwen, kwetsbaarheid, maar ook gewoon zoiets als, als onschuld. Dat, dat, is wat, uh, uh, dat zijn eigenschappen die een vo volledig en volwaardig mens bezit. Uh, psychopaten uh, bezitten dat soort eigenschappen niet en, en sterker nog, ze zien dat soort eigenschappen als een, uh, een zwakte. Um, maar ondertussen buiten ze die eigenschappen wel uit voor hun eigen gewin. Um, en en dat, dat, dat zie je gewoon heel erg. Ook, ook ja, om weer terug te komen dan op die op die, uh, die, die pandemic van nu. Uh, een hele mensen worden onder druk gezet om iets te doen voor een ander. Uh, wat niet in hun eigen belang is. En eigenlijk ook niet in belang van die ander. Uh, hè, maar er wordt dus aanspraak gemaakt op hun uh, medemenselijkheid, op, op hun zorgzaamheid. Er wordt misbruik gemaakt van hun vertrouwen en hun kwetsbaarheid. Um, om, om ze maar aan die prikken te krijgen en om ze maar uh, mee te laten draaien in, in dat, dat, dat verschrikkelijke systeem wat ze nou aan het opzetten zijn. En dat is gewoon hoe ze, ja, hoe, hoe ze doen, zeg maar. En dat is heel evil. Het is gewoon echt, echt evil. Ja, dat, dat gebrek aan empathie. Dat kent geen grenzen, zeg maar. Het, het maakt niet uit hoe. Um, hoe, hoe zeer ze je kapot maken, zeg maar. Um, ze kunnen altijd nog wel even een tandje, tandje bijzetten, zeg maar. Ik bedoel, al, al, al weet je helemaal niet meer eens meer hoe je heet en, en, en je ligt fysiek en mentaal lig je gewoon helemaal aan puin... Uh, dan nog kunnen ze wel weer iets bedenken... om je nog eens even extra te vernederen of kapot te maken of zo. Dat is echt... Um, ja, het is ook helemaal eigenlijk geen leuk onderwerp om over te praten. Het is best wel fucking dark, weet je. Maar het, 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 moet, het, het moet wel even... Ja, dat moet, het moet wel even gezegd zijn. Ik moet het even op tafel gooien, want... Uh, we moeten daar wat mee, weet je? We moeten dat op zijn minst onder ogen gaan zien. Um, het, het is inmiddels wel duidelijk, bijvoorbeeld, dat uh, door die lockdown in uh, de, de eerste wereld, hè, dus in, de, in het Westen zeg maar, uh, dat er in de derde wereld inmiddels al miljoenen mensen zijn omgekomen van, van de honger. En um, ja. Dat, dat is nogal wat, zeg maar. En, en ik denk dat het eerste instinct van de gemiddelde westerling, inclusief de mijne, is om dan met, met je ogen te gerolven. Eh, daar gaan we weer, weet je wel, weer hongerige Afrikanen. Maar dat, dat is dus een beetje die, die psycho-mindset die er bij ons allemaal is, is ingeslopen, zeg maar. Kijk, ik zeg niet dat je je, je, je empathie en je medelijden en alles dan maar steeds. De, de bovenhand moet, moet. of de boventoon moet laten voeren. Maar. Um, om, om zeg maar zo. kil en afstandelijk tegenover dat soort dingen te staan. dat is. Dat is, um, dat is niet goed, weet je? Ik kijk even los van. de vraag waarom die mensen. niet gewoon zichzelf kunnen bedruipen. dat. Um, ja, dat. dat is natuurlijk een dingetje. Maar buiten dat. Um, er zijn dus nu gewoon miljoenen mensen aan het sterven of reeds gestorven, gewoon puur... omdat die klote overheden in het Westen de bol op slot hebben gegooid. En, en het is gewoon expres, hè. Ik bedoel, ik kijk zelf zelfs zo zeggen ze van... Uh, ja, we zijn ook maar overvallen door die epidemie. En, en denk, ja, nee, dat is gewoon bullshit. Dat is ook gewoon onomstotelijk bewezen dat dat gewoon allemaal één groot vooropgezet plan is. En moet je je voorstellen dat je zo zo kil en zo medogeloos bent... dat je willens en wetens miljoenen mensen de dood injaagt. En dat, dat is altijd de uitkomst met die psychos, weet je? Ik, ik, dat is gewoon wat ze doen, zeg maar. Ze kosten gewoon miljoenen mensen het leven. En dat, dat, zo gaat dat nou al honderden jaren gewoon. Iedere keer met die fuckers. En ze zijn... Het zijn gewoon, ja... Ik, ik denk wel... Misschien zijn ze wel gewoon um, in, in het leven geroepen, op aarde gezet door, door God zelf om ons te testen, of zo? Want ze zijn echt een, een, een belichaming van het kwaad. Um, wat mij betreft, ik bedoel, ze zijn, zijn hedonistisch en ja, ik moest, ik moest er even een woordenboek bij pakken hoor. Want ik denk, ja, hoe omschrijf je nou een psychopaat in de kern, zeg maar? Uh, maar het is, het, is, het is hedonistisch, het is uh, verdorven, het is vreed, uh, medogeloos, ontaard en, en, uh, en pervers, weet je. En ja, waarom moest ik er een woordenboek bij pakken? Omdat het woorden zijn die we de, de, dagelijks in dagelijks gebruik niet meer echt bezig, of zo. Hè? Dat, dat, het zijn dingen die er wel zijn, maar die we niet meer benoemen met z'n allen. Hoe vaak noem je iemand nou ontaard? Nou ja, goed. Dat moeten we maar weer eens wat vaker gaan doen, eigenlijk. Hè? En als iemand verdorven is, dan uh, moeten we dat gewoon zeggen: van oh, je bent verdorven. <laughs> nou ja, je snapt wat ik bedoel. Nou ja, en voor wat betreft het, het, het uitbuiten van, van uh, ja, goede eigenschappen, weet je, ik, um, uh, een, een van de dingen die ze ook uitbuiten, dat is uh, vrijgevigheid. Um, Kijk, als je, als je een, een psychopaat iets, iets geeft zonder er echt iets tegenover te stellen of zo, dan, uh, ja, dan ziet hij dat als een soort van trofee of zo. Dat, uh, ja, dat, dat is heel onwerkelijk hoor. Want in, in principe denk je van nou, ja, je, bent aard, je, je vindt iemand aardig en uh, dan, dan doe je iets aardigs voor diegene. En dat, dat is dan uh, ja, normaal. Voor normale mensen is dat normaal, zeg maar. Uh, maar ja, een psychopaat ziet dat dus als een soort van overwinning op jou. Van, uh, oh, ik heb die sukkel zo ver gekregen dat hij uh, dat, dat zomaar voor me doet. En, en dan is hij heel erg trots op zichzelf. Dat hij dat zeg maar, jou dusdanig heeft gemanipuleerd dat jij uh, iets, iets geeft, weet je wel. En um, ja, dat is best wel fucked up, je, als je zo in het leven staat. Maar dat is dus hoe, hoe psychopaten uh, denken. Uh, en, en ja, ik, ik geloof niet dat je echt. Het um, is niet zoals met autisme of zo: dat je echt een spectrum hebt. Uh, hè, dat je zegt van: oh, iemand is een beetje psychopathisch of iemand is heel erg psychopathisch. Uh, je hebt gewoon psychopaten. En. Um, het, het, het enige, de, het, ja, ze, ze verschillen eigenlijk alleen in uh, intelligentie en ambitie. Maar de, de mindset is van hoog tot laag gewoon hetzelfde. Uh, en en dat, ja, de mindset is gewoon ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Um, en, en ja, <laughs> zo, uh, zo is het gewoon. En, en wat ik al zeg, ze hebben geen, geen rem. Weet je, ze stoppen gewoon niet. Het is van hoe, hoe meer jij. Uh, hoe meer jij buigt en hoe meer je aanpast, hoe, hoe harder gewoon ze proberen jou te, te breken. Dat, dat, is een, een, um, dat is kennelijk gewoon hoe het, hoe het is. Uh, die gasten die hebben geen rem, die moeten worden afgeremd door anderen. En dat, dat kan dan zijn dat ze op een gegeven moment tegen een, een, een politiekogel aanlopen, of uh, dat ze in, in de cel lopen of uh, dat ze. Ja, net, net de verkeerde uh, in, in de zijk nemen, weet je. Maar uit zichzelf gaan ze gewoon niet stoppen. Ja, en de, de aanleiding eigenlijk, de directe aanleiding voor, uh, voor dit onderwerp, was eigenlijk een uitzending van. Uh, God, wat was het ook alweer? Een uitzending van. Ja, was eigenlijk een uitzending met. Uh, hoe heet die? Willem Engel en, en Pieter Stuurman. Waarbij ze gewoon een uur lang praten over psychopaten. En, uh, ja, dat was, was heel interessant. Ik bedoel, er zit niet echt een stukje in wat ik kan laten horen of zo. Maar ik zou je zeker aanraden om gewoon eens een keertje te bekijken. Um, ik zal hem ook even linken in de, de omschrijving, uiteraard. Maar uh, ja, dat was heel interessant. Ik denk, ja, daar dat moeten we het toch maar eens over hebben, met z'n allen. Over die gasten. Want uh, ze maken gewoon alles. Ze maken gewoon alles stuk. En uh, dat, dat gaat jaar na jaar, jaar na jaar. Gaat dat zo. En ergens moet dat gewoon eens een keertje stoppen. Um, kijk, de, de, ik, ik heb jaren geleden, dat zal denk ik in 2004 of 2005 zijn geweest, ik weet niet meer precies, hoorde ik een stukje van, uh, van Alice Jones. <laughs> en die, die vertelde een verhaal, of die schetste eigenlijk een scenario waarin uh, psychopaten hun einddoel hebben bereikt. En uh, ja, uiteindelijk hebben ze dan zeg maar de hele wereld hebben ze uh, in, in hun bezit. Um, ze hebben iedereen uitgeroeid en uiteindelijk, weet je, als alles is gezegd en geschreven, zijn er nog twee psychopaten en één bunker. Dus zeg maar, two psychos, one bunker. En um, alsnog vechten die twee elkaar de tent uit, weet je. Ik bedoel, zelfs dan is het niet genoeg. Als er alleen nog maar twee psychopaten over zijn, in hun eentje, op de wereld, in hun bunker, dan nog um, ja, gunnen ze elkaar het, het licht in de ogen niet. Want dat is gewoon hoe die gasten zijn En dat, dat is heel moeilijk voor te stellen als je zo niet bent. En um, het is ook best wel kloten als je zo niet bent... om, om, om daar echt op zo'n manier in te verdiepen. Want het, is, ja, het, 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 het confronteert je met een, een, een duisternis eigenlijk... Waar je, waar, je, ja, waar je niet blij van wordt, weet je. Maar dat is gewoon hoe die gasten zijn. En, en dat moet niet leidend zijn in... Uh, ja, dat moet niet leidend zijn voor hoe wij onze zaken runnen, zeg maar. Dat, dat zou een, een soort van um, ja, ziekte moeten zijn of zo. Die je, uh, nou ja, een, een ziekte die je kan ja, echt behandelen, kan je het ook niet. Een ziekte die je kan managen, laat ik het zo zeggen. Hè, maar in plaats van dat we het zien als een ziekte die gemanaged moet worden... Uh, ja merk je gewoon dat er heel wat mensen um, het, het bewonderen als het ware, hè? dat mensen zo, zo, zo hard en zo kil en zo medogeloos kunnen zijn en dat is precies wat je ziet met, um, met Rutte. En als je zegt van nou die Rutte, die heeft al flink uh, de bal laten vallen of, of hoe zeg je dat in het Nederlands? Die heeft al flink um, de, flink naast de pot gepist, hè? Nee, die heeft wel flink, die heeft wel flink, hè, de, ja, die Rutte, die heeft al flink verzaakt. En dan, um, zo, ja, ja, maar ik zou er niet graag op zijn schoenen willen staan. Oftewel, ze, 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 ze bewonderen dus zijn, um, zijn, zijn, zijn. soort van medogeloze aanpak, eigenlijk. Oh ja, ik zou dat niet kunnen. zo, zo medogeloos zijn. Nee, nee je, je bent ook geen psychopaat. En Rutte wel. He, dus dat is een beetje het, uh, het verschil. Maar ja, goed, dan. dan <laughs> Uiteindelijk is de vraag, veel, ja, wat, wat moeten we daar nou mee? Um, en daar. Uh, ja, daar kom ik uh, na de muziek uh, break even op terug. Dus uh, ik ga het even muziekje op, en dan uh, horen jullie me zo weer: Calling all the strength I have inside. Spirit drives me on as we align. We've come here for. Our... Come take your stand it's your time to shine Hold the line Hold the Terug. Right, dus ja, de, de vraag is: van, uh, wat moeten we nou toch, godverdomme, met al die fucking psycho's? Um, ik, um, ja, ik ik, 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 ik neig ernaar om om te zeggen van: uh, ja, we moeten eigenlijk een soort van de war on psycho's uh, gaan beginnen, weet je. Ik bedoel, in principe, al die. Um, ja, al die, al die oorlogen, genocides en zo. Het is allemaal. Um, het, het, het is allemaal mogelijk gemaakt of, of, of in werking gezet door. Uh, fucking psycho's. En dat is nogal een probleem, weet je? En dat, dat zei dus die, die Pieter Stuurman ook in dat, uh, dat interview. Dat. dat uh, ja, het is ook gewoon bekend. Hè, dat dat een, een, een Stalin en een Hitler en een, en een Mao. en Noem ze allemaal maar op, dat het gewoon raging fucking psycho's waren. Dus ja, wat, wat moeten we daar dan aan doen? Hè? Ik bedoel, je kan in je eentje kan je niet zo makkelijk een, een, een Hitler stoppen of zo. Maar ik denk dat het wel um, zinvol is. <kuggen> ik denk dat het wel zinvol is om gewoon op je eigen manier. Um, en, en binnen de, de grenzen van je eigen mogelijkheden uh, ja, een soort van persoonlijke oorlog op psychopaten te ontketenen. Dat, um, en dat zou je dan uh, moeten kunnen doen door ze in eerste instantie te herkennen. Ik hoop dat hè, wat, wat ik heb gezegd tot nu toe, dat dat helpt om, om die gasten te, te herkennen. Um, en als je ze eenmaal kan herkennen, dan kan je ze ook vermijden. Dus dat ze um, ja, in ieder geval niet via jou... Uh, sterker worden of machtiger of rijker of whatever. Hè? Dus dat ze, dat ze aan jou niks hebben in ieder geval. Um, ja, je kan overwegen om ze te exposen... voor zover dat uh, je je veiligheid niet in gevaar brengt. En um, ja, wat ik persoonlijk wel een, een, een mooie vind... is voorkomen dat er nog meer psychopaten bijkomen... Um, kijk, psychopaten komen niet uit de lucht vallen, die worden op een gegeven moment worden die, um, ja, gecreëerd als het ware. Um, en van wat ik heb gelezen tot nog toe is dat uh, dat, dat komt door een combinatie van aanleg en uh, trauma. Er is, er is geen psychopaat uh, ter wereld die niet um, in zijn jeugd uh, te, te maken heeft gehad met trauma. En uh, ja, dan niet van. Oh, uh, weet ik veel, mijn hamster is overleden of zo. Maar ernstig trauma. Hè. Dus, dus, um, ja, huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, uh, de, 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 de oorlog, weet je, dat soort shit allemaal. Um, dus, dus, ja, wat jij kan doen. Gewoon in jouw leven om te zorgen dat er niet meer psychopaten bijkomen, is uh, proberen om in ieder geval je kinderen geen trauma's te bezorgen. En uh, ik heb al wel begrepen dat het. Ja, nagenoeg onmogelijk is om een kind traumavrij uh, op te voeden. Maar. Um, weet je, als jij nou zeg maar een, 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 een hele sterke behoefte hebt om je kind te mishandelen of zo, dan zou ik zeggen van. Alleen al om het feit dat, dat je je kind dan misschien later. Een, 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 een psychopaat wordt, zou ik zeggen, doe het niet. Hè? Want je, 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 ja, je schaadt niet alleen je kind, maar ook jezelf en. Uh, mogelijk iedereen met wie uh, jouw kind later in contact komt. Hè? Dus uh, ja, dat, 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 uh, dat is echt, echt wel een belangrijke. En um, ik, ik heb, um, uh, vroeger heb ik al veel geluisterd naar uh, uh, Stefan Molyneux. En uh, ja, die is dit, wat mij betreft, die is tegenwoordig een beetje de weg kwijt hoor. Maar hij had wel een heel goed uh, programma wat, wat heet Peaceful Parenting. En ik geloof dat hij dat nog steeds um, gratis ter beschikking stelt. En uh, ja, ik, ik, ik zou als ik het kan vinden, zou ik dat even in de omschrijving droppen. Uh, en het is gewoon een alternatief om, om, uh, ja, om, om met kinderen om te gaan, zeg maar. Dat je dus niet uh, de orde erin slaat of weet ik veel wat, maar dat je gewoon op een andere manier, uh, dat je gewoon op een andere manier naar nee, kinderen toe gedraagt. En uh, ja, dat wil niet zeggen dat alles dan ineens fantastisch wordt of zo, maar. Um, ja, ik denk dat, dat we voor zover het uh, binnen onze mogelijkheden ligt, echt moeten voorkomen dat er nog meer psychopaten bijkomen, want het zijn er al zoveel. Um, ja, ik bedoel, ik, uh, ja, volgens de cijfers die ik voorhanden heb, zijn het de 1 op de 100 mannen en 1 op de 300 vrouwen. Nou ja, dan zet ik daar persoonlijk een beetje mijn vraagtekens bij, want volgens mij kunnen vrouwen het gewoon beter verbergen. Maar uh, ja, laten we zeggen dat dat klopt. Dan heb je het in, in Nederland over enkele honderdduizenden psychopaten. Dus dat zijn, er, dat zijn er niet weinig, weet je? Dat zijn er best wel een hoop. En, en ja, in principe hebben ze, in ieder geval wat, wat mindset betreft, de, de, uh, ja, de, de capabilities, de, 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 het vermogen om uh, honderden miljoenen mensen uh, de, de, over de klink te jagen. En het, uh, dat, ja, moeten gewoon het aantal. Terugdringen. Dus het, 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 het aantal psychopaten moet worden teruggedrongen. En uh, ja, um, iedereen die een, een beetje een beeld heeft van psychopathie, die denkt dan gelijk: van kunnen we ze dan niet gewoon uitroeien? <laughs> en dat, uh, ja, dat is wel heel verleidelijk, moet ik zeggen. Maar ja, het is natuurlijk niet heel erg humaan. Hè? Dus, dus in, in dat opzicht, ja, staan we gewoon zwakker omdat wij. Uh, to toch een beetje de, de menselijke maat willen, willen behouden. Hè? Dat, 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 dat kan je eigenlijk niet maken om gewoon alle psychopaten te gaan uh, opsporen en uitroeien. Ik bedoel, het zou wel de kortste klap zijn, maar um, dat, dat is niet hoe. Ja, dat is niet hoe goede mensen zich gedragen. <laughs> dus dan, ja, wat, wat blijft er dan over? Denk van nou oké, okay, misschien kan je ze dan uh, straffen. Of, of op, opsluiten. Maar de, de essentie van, van straffen of opsluiten, is uh, uh, rehabilitatie. Hè? Dus dat ze zichzelf uh, beteren, dat ze hun leven beteren. Maar dat is dus een beetje het hele probleem met psychopaten. Dat ze hebben geen, uh, geen zelfreflectie. Dus ze kunnen niet tot één tot, tot keer komen. En zeggen, oh, dat heb ik fout gedaan, dat zal ik nooit meer doen. Want ze kunnen ja, ze hebben dat vermogen gewoon niet. Hè? Dus dat is een beetje. Om aan te geven dat het eigenlijk een soort van uh, handicap is, die, die ze hebben. He, dat zullen ze zelf niet zo zien, want zelf vinden ze zichzelf de, de beste van de wereld. En, en iedereen die niet is zoals zij, die, die, die is maar stom en zo. Uh, maar dat, dat ja, het, het vermogen tot zelfreflectie hebben ze gewoon niet. Dus ze kunnen zichzelf niet beteren. Uh, dus het heeft ook geen zin om te pogen ze te, te, te rehabiliteren. Nog even los van het feit dat als je ze. Zou opsluiten, dan manipuleren ze alles helemaal naar helemaal de typhus. Dus dan zetten ze allemaal gevangenen tegen elkaar op en uh, ze gaan uh, de bewaarders die gaan ze dan dusdanig manipuleren dat die op een gegeven moment een soort van marionetten zijn. En, uh, ja, dus dat, dat is eigenlijk ook geen, geen optie. En uh, ja, je, je kan ook niet, ze zijn ook niet te genezen als zodanig. Hè? Dus er is niet een medicijn tegen psychopathie. Uh, behalve misschien een, een, uh, ja, een lobotomie of zo. Of, of, yeah. Maar ja, in principe zijn ze gewoon zoals ze zijn. Gewoon een soort van onherstelbaar gesloopt. En dat is, ja, is ook wel weer zielig. Dat die mensen gewoon zo fokt in hun hoofd zijn. Dat ze, dat ze gewoon echt fundamentele menselijke eigenschappen moeten, moeten ontberen. Maar ook dat medelijden, dat, daar koop je niks voor. Um, ik bedoel, zij hebben er niks aan en wij hebben er niks aan. Hè? Ik bedoel, als je het echt heel erg zielig voor ze vindt dat ze zo zijn, dan zou uh, je ja, misschien zo vanuit een, een soort van christelijk perspectief voor ze kunnen bidden of zoiets. Maar verder kan je niks voor ze betekenen. Dus je moet echt, wat dat betreft, uh, ja, aan jezelf denken of om jezelf denken. En uh, ja, kijk, de, de reden dat er überhaupt nog mensen op de wereld zijn, is omdat uh, niet, niet alle. Psychopaten gelukkig even slim en, en ambitieus zijn. Maar ja, die, die, die mindset, zoals ik al zei, die kan in principe gewoon miljoenen mensen het leven kosten. Dus ja, uh, uh, opsluiten, dat is niet echt een optie. Straffen, dat is ook niet echt een, een optie. Tenminste, ja, niet op, op lange termijn. Um, dus dan, dan is nog de vraag veel. Um, kijk, in principe nodigen ze je gewoon uit om zelf. Psychopaat te worden, zeg maar. Hè? Want om, om, om zeg maar zo iemand uh, de, de, ja, te verslaan, als het ware, als je het eventjes in een in, in soort van jeppe en Janneke taal uh, brengt, uh, zou je zelf een soort van psychopathische dingen moeten gaan doen. Hè? Dus moet je zelf uh, je, je menselijkheid achter je laten en, en zelf. Um, Medogeloos en, en, en vreed en al dat soort dingen worden. Um, en dat, dat is een optie en dat is ook wat in het verleden um, is gebeurd. Um, maar ja, dat, dat is gewoon steeds een, een constante herhaling van, uh, van zetten eigenlijk. Hè? Zo blijven we maar aan de gang. En, en de vraag is ook: van als je eenmaal je menselijkheid achter je laat uh, om, om een psychopaat te verslaan. Uh, kan je dan nog wel terug of, of ja, ben je dan gewoon zelf permanent verpest en dat uh, ja ik weet niet ik vind dat een beetje een beetje link hè? dat, dat uh, of, of uh, ja de, 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 dat je zeg maar zelf een, een psycho wordt om een psycho te verslaan dat, dat is niet um, ja niet niet wenselijk laat ik het zo zeggen en ook zoiets als een, een, een psychopaat inzetten tegen andere psychopaten. Dat, dat, dat gaat ook helemaal nergens over. Zoals in Dexter. Ik bedoel, ik weet niet of je die serie wel eens hebt gezien. Maar uh, in principe uh, is, is Dexter is een psychopaat. En, en een mooi lustige ook nog eens een keertje. En uh, zijn vader die herkent dat dan. En die zegt van ja, je bent zo en het zal nooit veranderen. De en enige manier om uit de gevangenis te blijven is om... Je, je lust, je moordlust te, te kanaliseren, als het ware. En uh, dan kan je het beste gewoon uh, andere psychopaten om het leven brengen. Dat is eigenlijk. Uh, uh, ja, Dexter in het kort. En dat is. Um, ja, weet je, op, op zich klinkt dat wel plausibel. Dat je denkt van, oh ja, nou, dan, kunnen we, dan kunnen we dat wel doen. Maar dat. dat um, ja, dan krijg je dus een soort van. Never ending chain of psychos. En dat. <laughs> dat, dat werkt natuurlijk ook niet. En, en dat is natuurlijk ook maar een serie, hè. Want in het echt zou die Dexter... Uh, die zou waarschijnlijk... en andere psycho's hebben vermoord... en onschuldige kinderen... en zijn eigen vader. En vervolgens zou die het hele dorp in de fik hebben gestoken. En nou ja, goed. Uh, dat is gewoon niet hoe dat in, in de werkelijkheid gaat. En ook dat hele idee dat je psycho's inzet... om andere psycho's te lijf te gaan... dat uh, ja het doet me een beetje denken aan die aflevering van uh, van de Simpsons dat ze last hebben van uh, muizen of zoiets en dat ze dan een hele hoop slangen loslaten om die muizen te vangen en vervolgens zitten met een hele hoop slangen en dan zeggen ja dat, dan kunnen we wel gorillas loslaten en ja op een gegeven moment dan word je al onder de voet gelopen door gorillas en wat moet je daar dan weer mee weet je wel dus dat uh, ja dat gaat hem ook gewoon niet worden nee ik denk dat uh, dat het toch meer vanuit onszelf uh, moet komen. Hè? Even, even los van het, het feit dat, weet je, als uh, mensen iets, iets fout doen, dat ze natuurlijk gewoon moeten worden gestraft. Uh, maar ja, het, het uiteindelijke probleem van psychopathie, dat, dat gaan we alleen kunnen oplossen, denk ik. Uh, door, wat ik al zei, te zorgen dat er niet meer bijkomen. Uh, dus, dus door anderen geen trauma's te bezorgen, eigenlijk. En uh, ja, verder zullen we het gewoon een beetje in, in onszelf moeten, moeten vinden. Ik bedoel, in principe is, is, is psychopathie uh, iets waar je eeuwig voor zal moeten, moeten waken. Want dat is kennelijk dus gewoon iets wat in mensen zit. En wat onder bepaalde omstandigheden naar boven kan komen. En daar zal je dus altijd op uh, alert moeten zijn. Want ja, je hebt maar één psychopaat nodig om uh, een hele gemeenschap om zeep te helpen. En um, <tossimus> je zult ook uh, waakzaam moeten zijn uh, op, 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 op jezelf. Dat je dat je niet laat meeslepen in de, de, de fratsen van een of andere psycho. Um, hè, dat, je, dat je dan op een gegeven moment ongemerkt eigenlijk allemaal dingen zit te doen waar je helemaal geen zin in hebt. Of, of, uh, hè, of, of ja, di dingen waarvan je weet dat ze fout zijn. En het, dat, dat kan moeilijk zijn om, om gewoon voet bij stuk te houden. Om gewoon um, ja, bij jezelf te blijven, zoals dat dan heet. Uh, en, en hetgeen waarvan je weet uh, ja, wat, wat waarheid is, om, de, om dat hoog te houden. Want je wordt natuurlijk gewoon voortdurend voorgelogen en, en gegaslight. Maar uh, ja, da daarom moeten wij. Ja, dat, dat vind ik serieus. Hoor. Daarom moeten wij gewoon sterker worden, uh, uh, moreel sterker worden. Uh, we, we moeten gewoon een heel duidelijk beeld gaan, gaan hebben van, uh, van rechtvaardigheid. En wat goed is en wat slecht is. En, en kijk, als je dat gewoon voor jezelf 100% duidelijk hebt. Dan, uh, ja, dan moeten ze van goede huizen komen om je te manipuleren. Weet je? Als jij gewoon weet van nou, dat is goed en dat, en dat is fout. En uh, dan kan je lullen wat je wil, maar daar dat, uh, ja, dat, dat hoef je bij mij niet mee aan te komen. Weet je? En dan, dan hebben ze ook gewoon geen, uh, ja, hoe zeg dat, geen kweekgrond, zeg maar. Hè? Want het, het, waar, ze, waar ze floreren, eigenlijk, die gasten, dat is. In uh, het, het, het ongewisse, in, in de twijfel van mensen. En, en een beetje in dat, dat, dat vage vuur tussen goed en fout. En daar, daar, daar klauwen ze iedere keer hun, hun macht vandaan. Weet je, gewoon mensen uit het goede te, te klauwen en, en in het slechte te duwen, zeg maar. En ja, dat, dat zal een, een, een project van. Uh, ja, decennia zo niet eeuwen moeten worden. Kijk, in, in principe zou je een uh, ja, soort van hufteproef gemeenschap moeten hebben. Zoals je, zeg maar, vroeger van die van die bankjes had, die, die niet te vernielen waren, die dan zeg maar, hufteproef waren, zo zou je ook een hufteproef gemeenschap moeten hebben. En uh, een van die Um, van, van, van de tools die je dan kan gebruiken, dat is het, uh, gewoon je vrijheid van associatie. Als je dan zegt van nou, volgens mij is dat een psycho, dan uh, heb jij gewoon de vrijheid om daar niet mee om te gaan. Um, en ja, het kan natuurlijk zijn dat je, je, je ouders, of uh, dat je vader of je moeder een psycho is, ja, dat, dat is kut. Dan, um, ja, dan moet je maar zorgen dat je zo snel mogelijk uit huis gaat. En het kan zijn dat je baas een, een psycho is. Ja, dan, dan moet je waarschijnlijk een andere baan gaan zoeken. Maar uiteindelijk heb je wel gewoon die vrijheid van associatie. Om, om niet met dat soort mensen om te gaan. En om geen uh, voeding te zijn voor hun ziekte. Um, <tus> En, en ja, kijk, als je een, een, een gemeenschap hebt of een psychoproefgemeenschap, dan in dit geval, euh, ja, dan, dan wordt het dat soort mensen in principe onmogelijk gemaakt om zich te gedragen als psycho. Hè? Dus dan kunnen ze misschien nog steeds wel psychopaat zijn, maar ze hebben totaal geen enkele houvast op iemand, iets of iemand. Uh, en, en daarmee zijn ze in principe geneutraliseerd. Dus dat is, dat is denk ik de, 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 de high road. Weet je? Dat, dat is waarschijnlijk de, de manier om dat, um, ja, om, dat, om dat uiteindelijk op te lossen. Um, dus, dus ja, je zal, je zal toch zelf sterker moeten zijn en, en uh, uh, beter, of in ieder geval goed, goed naar je gevoel te luisteren. En, He, dat als je dan voelt dat er iets niet klopt, dat je dan uh, daar conclusies aan verbindt. van Misschien klopt er ook gewoon echt iets niet. En van, volgens mij is dit niet goed. En, uh, en, en ook van die, ja, van, die, van die dingen, zeg maar voor wat betreft um, uh, weet je, ook grooming en gaslighting en zo. Als iemand in staat is om jou het ene moment een heel goed gevoel te geven, en dan uh, twee seconden later een heel slecht gevoel te geven, en dat een soort van moeiteloos te kunnen afwisselen en zo. Uh, dan is die iemand waarschijnlijk een psychopaat. En, en als je je op zo'n manier laat beïnvloeden. Uh, dan sta je waarschijnlijk onder invloed van die psychopaat. En dat, uh, dat is niet, uh, niet goed. Weet je, als je dat, dat herkent, dan moet je gewoon uh, pas op de plaats maken. En dan denk je van hé, hey, wacht eens eventjes. Dat is niet volgens mij is het niet normaal. <laughs> en, en zo moet je ook gewoon niet, uh, niet normaal maken, wat niet normaal is. Hè? Dat is uh, de, de wijze woorden van uh, van uh, hoe heet die Wimpy Pills? Ik uh, vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld van, uh, van, van normaliseren um, met um, uh, Creepy Uncle Joe. Hè? Dat, uh, dat, dat is dan zo'n zo compilatie. Je hebt, sterker nog, je hebt er meerdere van. Dat uh, die, die, uh, Joe Biden die zit dan uh, allemaal weet je wel, kinderen te betasten en, en, en vrouwen te betasten, waar, gewoon waar iedereen bij staat ook en zo. Um, en echt fucking, fucking creepy, hè? Dat, dat die allemaal opmerkingen zitten maken over: oh, ben je mooi? Ugh. En dan staat gewoon die vader, die staat daarbij. Terwijl dat kind van vijf wordt verleid door een oude pedo, weet je wel. En uh, ja, die staat erbij en die kijkt ernaar. Maar dan ben je dus aan het normaliseren. Dan ben je dus um, een, gewoon een, 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 een duidelijke, een evidente viezerik die hou je dan de hand boven het hoofd. En dat, dat doen wij in deze maatschappij... doen we dat gewoon constant, weet je. Dat soort dingen, dat we gewoon... ja, wegkijken voor, voor dat soort dingen. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Kijk, wat, wat, een, een, wat zo'n viezerik doet... Dat, uh, dat, dat is één ding. Maar hoe, hoe wij erop reageren... dat is natuurlijk een tweede. Ja, en wat ik zeg... het zijn een soort van, um, van, van parasieten. Hè? Ze, ze, ze creëren niks en ze scheppen niks... Uh, ze, ze gebruiken alleen maar. En uh, ook dat is iets wat je kan herkennen en, 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 en ondervangen in een, uh, een, een psychoproof gemeenschap. In een hufteproof, um, huftebestendige maatschappij. Um, je kan bijvoorbeeld gewoon. Stel dat je een kleine uh, agrarische gemeenschap hebt of zo. Of gewoon een klein dorp of zo. Weet je? je hebt een, een dorpsgemeenschap. Dan kan je af en toe gewoon eens. Uh, de, 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 ja, ...de balans opmaken van nou, wat heeft die gedaan en wat heeft die gedaan. En dan uh, kun je zeggen van nou, uh, weet je wel, Hennie, wat, wat heb jij gedaan? En dan zegt Henny van nou, ah, ik heb, uh, weet ik veel, tien kilo aardappelen ge, 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 geoogst... ...en uh, weet ik veel, 50.000 peren geplukt... ...en uh, ik heb nog een uh, borduurseltje gemaakt of zo... Ja, oké. Okay. En, uh, en, en Henkie, wat heb jij gedaan? Nou ja, ik heb uh, het buurthuis geschilderd. En ik heb uh, de bestrating gerepareerd. En, uh, en ik heb zoveel in de gemeentekas gegooid. En uh, nou ja. En uh, dan de volgende, is, uh, Otto, wat, uh, wat heb jij gedaan? Nou, ik heb uh, die en die tegen elkaar opgezet. En ik heb die angst ingeboezemd. En ik heb, uh, daar heb ik nog wat gejat. En uh, ja, verder heb ik eigenlijk niet zoveel uitgesproken. Maar ik heb wel een hele hoop mensen uh, um, overstuur gemaakt. En angst aangejaagd. En, en noem het allemaal op. He, dus het is dus, oké, okay, dus je hebt eigenlijk gewoon niks gedaan. Er zegt Otto over. Ja, noem dat nou maar niks. Ik heb het, ik heb het hartstikke druk mee gehad, man. Dit. <laughs> maar ik bedoel dat. dat uh, ja, dat is gewoon een, een, stukje, een stukje herkennen, weet je? En ook uh, binnen bedrijven zou dat gewoon echt uitstekend kunnen. Want binnen bedrijven heb je dat vaak hoor. Dat, 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 dat zeg maar mensen die eigenlijk niks doen en steeds maar anderen aan het werk zetten, en, en anderen uh, onder druk zetten om hun werk uh, te doen. Um, ja, die komen dan vaak hoger op, weet je. Omdat ze gewoon, omdat niemand het waarneemt of zo. Dat het gewoon hele rotte mensen zijn. Dus we moeten daar gewoon scherper in worden. En, en um, in, in een psycho, psycho proof gemeenschap komen dat soort mensen, etteren dat soort mensen niet naar boven. Um, en, en ook als je bijvoorbeeld een, een, een leidinggevende bent. Let er gewoon op van goh, is deze gozer misschien gewoon too good to be true? Weet je, is dit niet gewoon gelul wat hij hierop zit te hangen? En, en doet hij wel echt wat hij zegt dat hij doet? En hoe um, staan mensen echt tegenover? Maar ik bedoel, je hoort dat echt heel vaak als het gaat om uh, klokkenluiders en zo, hè? dat ze het hebben over een angstcultuur. Nou ja, een angstcultuur, dan, dan ja, dat, in principe is dat. In een gezonde cultuur heb je dat niet, zeg maar. Dat, dat iedereen bang is om zich uit te spreken en zo. Dat, dat heb je in een cultuur die wordt aangedreven door psychopaten. En uh, ja, uh, het laatste wat ik kan bedenken: van ja, wat, wat, uh, wat, moeten, we wat, wat moeten we ermee? Ik denk: uh, Educatie, weet je, dat dat echt gewoon een ding is. Ik bedoel, ik, uh, met, met, met wat ik zeg maar de afgelopen jaren dan heb geleerd over uh, psychopaten en alle schade die ze aanrichten, denk ik van ja, waarom de fuck zijn we op, op school niet gewaarschuwd voor dit soort mensen? Ik bedoel, je hebt niet eens de definitie van psychopaat meegekregen. Laat staan dat je een soort van uh, 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 profiel hebt gekregen op basis waarvan je ze zou kunnen herkennen, of een soort van stappenplan van hoe je daarmee om moet gaan. Um, en, en ja, ik, 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 ik vermoed dat de reden dat ze dat niet leren op school... is omdat gewoon dat hele onderwijssysteem ook gerund wordt... de fucking psycho's, weet je. Ja, die kijken wel link uit, hè. Dat, dat ze mensen gaan leren uh, hoe ze herkend kunnen worden. Maar ja, goed, uh, als ze dat dan op school niet doen... Uh, dan moeten we het zelf maar doen. Hè? Ik bedoel, als je, als je kinderen hebt, leer ze gewoon wat een psychopaat is. Want het is echt een soort van. dus het, het is een soort van uh, ja, een collectieve blinde vlek. En, en volgens mij is die gewoon expres gecreëerd. Uh, ja, zodat we gewoon zien de ogen blind door het leven gaan. Zodat we gewoon makkelijker uitgebuit en, en, en vernederd en, en uh, ja, opgebruikt kunnen, kunnen worden. Weet je. Nou ja, goed. Dat, uh, dat was een beetje een, een crash course in uh, uh, psychopathie. Um, kijk, in principe is het een, een, een onderwerp waar je. Ja, je kan daar eigenlijk een hele podcast serie aan, aan, aan wijden. Want het is gewoon een heel breed onderwerp met een hele hoop haken en ogen. En het is eigenlijk niet iets waar je even snel doorheen stoomt, maar. Ja, er is, er is weinig tijd, weet je. En als je uh, meer wil weten over, over psychopaten. Ik heb in de omschrijving heb ik een hele bult aan, aan links uh, neergezet. Uh, ik bedoel, als het iets is waar je uh, ja wat, 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 wat resoneert, zeg maar, iets wat je herkent. Uh, niet alleen in het groot, maar, maar ook in het klein. Uh, dan zou ik je aanraden om gewoon eens uh, ja, om er gewoon eens een beetje in, in te verdiepen. Want uh, er moet iets. De, de, we moeten er iets aan doen, zeg maar. Er moet iets mee gebeuren. Want het moet gewoon stoppen nu, weet je. Dus ja, misschien dat ik te zijn de tijd nog eens een keer een deel 2 maak. Maar uh, ja, voor nu laat ik het hier gewoon eventjes bij. Het was niet heel erg vrolijk. Dus uh, <laughs> ja. Het is, uh, maar ja, het is wel heel erg belangrijk, denk ik. En uh, ik hoop dat jullie er wat, uh, wat aan hebben gehad. Uh, ik geef jullie de groet rechtvaardigen. En ik bedank jullie zoals altijd uh, voor de aandacht. En uh, ja, tot, uh, tot volgende week.